Goedemorgen allemaal, waar u ook bent. Ik begrijp dat ik een heel internationaal publiek trek vanochtend. Daar voel ik me heel prettig bij, omdat het onderwerp me ook echt aangaat. Omdat ik de afgelopen 25 jaar veel met vertalingen en vertalers te maken heb gehad. Ze heb ontmoet, met ze in dialoog ben gegaan en ik reken die gesprekken. En dat zeg ik niet licht. Ik reken die gesprekken tot de meest waardevolle en inzichtelijke gesprekken die ik heb gehouden. Die gaan over mijn vakgebied, namelijk het maken van, maken, vertellen en schrijven van verhalen. Ik heb ontzettend veel gehad aan feedback van vertalers. En ik heb ook heel veel gehad in, laten we zeggen, geestelijk opzicht aan het wat bredere verhaal, de bredere discussie over waarvoor zijn we hier op aarde als literatoren. Dat is namelijk omdat vertalers natuurlijk in het verder zetten, verder brengen van mijn teksten. Ook vaak ja, intrinsiek gemotiveerd zijn om dat verhaal in het taalgebied van hun, van hun van de respectieve culturen te introduceren. En daar ook vaak argumenten bij hebben die literair zijn. En soms ook en steeds vaker ook buitenliterair. En daar heb ik altijd veel aan gehad in het scheppen van mijn blik op het hele thema van de wereldliteratuur. Van wat betekent, wat is mijn plek van mijn Nederlandse taal in de wereldliteratuur. En ook gewoon van wat doen mijn boeken, mijn verhalen in die andere talen en waarom. Mijn verhaal zal voor een deel natuurlijk anekdotisch zijn, omdat ik zelf geen fulltime vertaler ben. Ik weet niet of jullie allemaal fulltime vertalers zijn, maar ik weet wel dat jullie allemaal fulltime bezig zijn met nadenken over vertalingen. En ik zal even wat, ik zal wat een paar van mijn ervaringen delen en ook naar voren brengen waarom ik me heb laten verleiden tot het vertalen van een dichtbundel uit het Arabisch naar het Nederlands. Die beweegredenen hebben ook te maken met wat vertalingen soms kunnen doen in de ontvangende taalgebieden en waar ik, ja, waar ik een aantal posities bij heb die ik met jullie wil delen. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Nog even naar mijn allereerste begin. In 1996 kwam Brouwer aan Zee uit. Werd in 1997 genomineerd met de Libris Literatuurprijs. En toen werd ik al meteen al geconfronteerd met de onverbiddelijke aantrekkingskracht van het vertalen. Want voor een auteur is het vertaald worden is letterlijk het is een vorm van kanonisering, zou je kunnen zeggen. Het is een vorm van behoren gaan worden tot die groep van vertalers die niet alleen in het eigen taalgebied, maar ook in andere taalgebieden mogen zijn, mogen bestaan. Ik was er al heel vroeg bij. Ik was al heel jong, maar eigenlijk wordt daar het auteurschap verzilverd, zou je kunnen zeggen. Je krijgt ook iets, gek genoeg, ook iets onkwetsbaars, je teksten. Het is alsof je teksten bij leven al eeuwigheidswaarde hebben gekregen. Want blijkbaar kan jouw tekst niet alleen leven en vitaal zijn, de zeggingskracht hebben en iets vertellen in de eigen grondtaal, in de eigen moedertaal. Maar heeft het ook daarbuiten in een andere taal, in een andere wereld, voldoende inzicht om ook daar te kunnen bestaan. En degene die zich hierover uitspreken, die dit kwaliteitskeurmerk geven, zijn natuurlijk niet alleen de productiefondsen, de uitgevers. Het is ook de literaire markt, waar natuurlijk van alles nog wat gebeurt. Waar die teksten worden verhandeld tegen dagprijzen. Maar het zijn dus ook vertalers die er brood in zien. En dat vind ik echt een fantastisch iets. En ik zal even een voorbeeld geven van hoe dan contact dan loopt. Als je dan word je op een dag gebeld door een vertaler. Maar soms word je ook niet gebeld. Voordat ik het ga hebben over het contact met vertalers, zijn er ook heel veel vertalers die nooit bellen en die nooit mail sturen. En die helemaal aan het einde van het traject, als er nog wat losse eindjes liggen, wat nog vragen zijn, dat soms ook doen via de uitgeverij en heel af en toe direct. En dan,
En dan krijg ik, dat te horen. En dan, maar er zijn ook vertalers die, die dan besluiten om wel met je in contact te komen. En dat, ja, dat is vaak wel een hachelijk avontuur kan dat worden. In mijn geval heb ik twee ervaringen die ik met jullie wil delen. Ik ben ooit uitgenodigd geweest voor een mini-vertalersymposium in Duitsland, net over de Nederlandse grens, in Stralen. Ik weet niet of dat nog bestaat. Ik zie de Gea knikken. En het was een, ja, sowieso een prachtige plek om naartoe te gaan. Grote bibliotheek. We kwamen ook samen in die bibliotheek. Het was in Stralen. Ik werd opgehaald vanaf het station. Door Peter Bergsma, denk ik toen. Maar toen verantwoordelijk voor vertalingen. Vanuit het productiefonds. Fonds voor de Letteren werd er naartoe gebracht. En daar waren toen een aantal vertalers van mijn boek bij elkaar gekomen. Een aantal vertalers van Bruiloft aan Zee. En toen kwam ik erachter dat als je gaat vertalen, en nu kom ik al wat dichter bij mijn stelling, dat uiteindelijk vertalen ook gaat over het aanbieden van een cultuur, van een wereldbeeld, kwam ik al vrij snel achter dat het niet alleen ging over het vertalen van woorden, maar het ook heel vaak gaat over het vertalen van cultuurverschillen. De nuance van een cultuur, de ondoorgrondelijkheid van een cultuur. Dat elke vertaler daar een positie in kiest. Sommige vertalers zeggen, ja, dit zijn cultuurelementen, cultuuruitingen die wij niet kennen, of wij niet als zodanig kennen. Die zijn dus absoluut onvertaalbaar en daar zit schoonheid in. En je hebt vertalers die zeggen, ja, nee, ik wil dat zo dicht mogelijk naar de ontvangende cultuur brengen en wil daar wat mee. Nou, iedereen kiest daar zijn positie in. Dat er gebeurde dus ook op die vertalersdag en zo kwam er op een vertaalster naar me toe. En die was ook licht verontwaardigd over een uitdrukking die ik had gebruikt. Want ik had in mijn roman Bruiloft aan Zee had ik gezegd. De moeder ging met haar shawarma reet zitten op de tuinstoel. En nou, daar zat al ontzettend veel vertaalproblematiek in. Op alle niveaus, want sowieso moest ik het hele concept tuinstoelen uitleggen. Niet zozeer de tuinstoel op zich, maar dat de tuinstoel in Nederland een bepaalde positie inneemt binnen de tuin. Dat de tuin een plek is binnen de Nederlandse cultuur waar van alles en nog wat gebeurt. Dat de tuin ook niet een hele grote tuin is, hè, zoals in mediterrane culturen, maar vaak 5 vierkante meter is soms ook een tuin. En daar passen dan 2 tuinstoelen in en dan wordt het gezellig. Dus je moet al die... Maar het probleem van deze vertaler lag niet zozeer bij die tuinstoelen. Die tuinstoelen werden dan in mijn boek gebracht van Nederland naar Marokko. Dat leidde al tot hieraliteit en zo. Dat speelt een belangrijke rol in het verhaal. Maar de vertaler zei tegen mij, ja, ze zei, ja, ik kan niet zoveel met die shawarma reet. Ik zei, ja, hoezo dan? Hij zei, ja, in ons land hebben we geen shawarma. Zeg ik, ja, hoe bedoel je? Ja, we hebben geen shawarma. Dat kennen wij niet. En toen vroeg ik me even af of ze wel vaak genoeg in de binnenstad kwam van haar cosmopolitische stad waar ze woonde. Maar dat, ja, ik was jong en bleu, dus ik was vooral aan het knikken en ik was lichtelijk verbaasd dat ik dat soort gedetailleerde vragen kon krijgen, dat ik daar ook rekening mee moest houden. Dus je bent als schrijver al meteen, word je ontgroend in die zin dat je ervoor moet uitgaan. Maar op het moment dat je in contact treedt met de kracht van de vertaler, dan moet je ook rekening houden met hele indringende vragen die je in alle andere soorten mogelijke relaties niet zult krijgen. En toen brandde een hele discussie rond aan die tafel over of shawarma reet wel of niet te vertalen was. En uiteindelijk stelde de Duitse vertaler voor, toen vroeg ik aan haar van, hebben jullie ook in jullie land kebab? Wordt er ook kebab verkocht? Want hier in Duitsland zijn er wel even kebabzaken en dat is kebab en de kebab is een ingeburgerd iets, dunner kebab. Toen had die Duitse vertaler het vertaald, Gregor Severus, als volgens mij kebab achterwerk of zo. En toen, nou, daar ging een hele discussie over. En eigenlijk heeft die discussie van 10, 12 minuten over die shawarma reet mij ontzettend veel geleerd over de wijze waarop de vertaler de tekst tegemoet reed. Met deze, nou ja, met deze bijna soort, met detail, de vragen, het overzetten. En het heeft mij toen al eigenlijk geleerd dat wanneer ik het gesprek, wat het mij heeft meegegeven, is dat als ik het gesprek aanga met vertalers,
En vaak ook met vertalers waarvan ik de taal helaas niet kan lezen of niet kan doorgronden. Of waarvan ik niet de pretentie wil hebben dat ik kan doorgronden. Want ja, ik kan wel zeggen, ik kan Duits lezen, maar dat is natuurlijk niet zo. Jullie kennen wel het verhaal van Cees Notenboom, die dan, als hij dan een vertaler op bezoek kreeg, dan pakte hij de originele tekst erbij en de vertaalde tekst en opende dan de boeken op een respectieve pagina die samenviel en keek dan, hij keek dan naar de vormgeving, eigenlijk naar hoe de woorden staan. En als hij dan het gevoel kreeg dat de woordenritmes overeenkwamen, ja, hoe dat dan gaat, weet ik niet, dan was het een goede vertaling. He, dus Japan, dan heb je het over Japans en Grieks en zo. De talen die hij denk ik niet kan lezen. Hoewel, ik weet niet, ik zeg Notenboom. In mijn verbeelding leest hij alle talen van de wereld. Dus, maar het punt wat ik wil maken is als ik het gesprek aanga met vertalers, dan wil ik niet zozeer het gesprek hebben over de details. Want de details zijn legio en het gesprek eindigt nooit, gelukkig maar. He, want daar toont talen zijn een ontwikkeling. Schrijvers zijn een ontwikkeling, maar ik wil het altijd hebben over het overbrengen van een cultuur. Hoe vertel je een cultuur aan een andere cultuur? Dat is heel belangrijk voor mij. En daarin wordt de vertaler meer nog dan een schrijver of een werker of een overzetter of een, nou ja, noem het maar wat je wil, wordt voor mij ook een duider. Iemand die als het ware die cultuur uitlegt aan ons, vertelt aan ons. En ik denk dat daar zit voor mij uiteindelijk het grote debat van deze tijd. Daar zit voor mij de urgentie, omdat we als het gaat over ons tot elkaar verhouden, nationaal, transnationaal, pan-Europees, het kan soms zelfs zijn het gesprek tussen Nederland en Vlaanderen. Het is ook een talig gesprek waar we ook vaak we elkaar misverstaan. En ook daarin kunnen vertalers een belangrijke rol spelen, gek genoeg. Maar ook intercontinentaal zijn vertalers daarin spoorzoekers, ambassadeurs. En dragen enorm veel kennis mee. En ik heb gemerkt, en dat is iets van de afgelopen paar jaar, dat die urgentie steeds meer op de voorgrond komt. De vertaler lijkt een beetje zijn misschien soms wat al te veilige, soms wat al te bescheiden positie verlaten te hebben om wat meer in het licht te gaan staan van het publieke debat. En dat heeft misschien ook een beetje te maken met eigenlijk wat dit ook wat we hier voor ons zien, namelijk de kracht van technologisering en digitalisering. We kunnen, ik weet niet welke landen allemaal meedoen vandaag. Dat zou ik graag willen weten. Dat ga ik vast ook allemaal wel horen zometeen van Anne en Gea. Maar we zijn meer en meer die Global Village geworden. Tegelijkertijd, hoewel we zijn gaan verdichten en zijn gaan vernauwen en we dichter tot elkaar lijken te zijn gekomen in het debat rond vertalingen en verhalen, lijken we ook als gemeenschap verder uit elkaar te groeien. Er zijn meer conflicten. Er zijn meer nieuwe machten, oude machten die zich tot elkaar moeten zien te verhouden. En daar vinden spanningen plaats. En ik weet, vanuit mijn ervaringen, dat literatuur en vertalingen vaak ook een vorm zijn van soft power. Een vorm zijn van verhalen brengen naar andere culturen, naar nieuw publiek, naar oud publiek, naar nieuwe generaties. Die even losstaan van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Als wij willen praten met de Arabische wereld, met de Latijns-Amerikaanse wereld, als we willen praten met de Slavische talen, als we willen praten met Afrika. Hè, ik maak het even zo als ja, dan. Daar liggen natuurlijk allerlei agenda's en daar liggen allerlei gevoeligheden. En ik merk in mijn ervaringen dat literatuur vaak de veiligste en de spannendste weg is om met elkaar tot een gesprek te komen. Om met elkaar tot debat te komen. Het is vaak een prachtige springplank, een prachtige kamer eigenlijk. De literatuur is een kamer, een huis met vele kamers. Of nou, u vertaalt, ik vertel. Dus de metaforen komen wel, maar het is om tot elkaar te komen. Om als het ware
een community te vormen, een gemeenschap. Een gemeenschap van gelijkgestemden die over alles kunnen verschillen. Want maar als de kern hebben, namelijk dat ze zich tot elkaar verhouden via literaire teksten. En het geeft, het geeft mensen vaak enorme... en als je dat aan kan bieden, dan geeft dat mensen een enorme vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. En vooral wanneer het gaat over de dialoog tussen het Westen en de rest van de werelden, dan is het Westen vaak toch wel heel op de voorgrond aanwezig. En een enorme panache en natuurlijk economische, militaire kracht. En de afgelopen jaar, 20 jaar, hebben we natuurlijk ook niet echt bijgedragen tot een, tot een beter aanzien met alle oorlogen en crisissen. Maar als je dan binnenkomt met literatuur, dan valt het allemaal weg. Gaat het alleen nog maar over de tekst. En vertalers zijn daar essentieel in. Ik heb daar enorm respect voor hoe vertalers ook de hand hebben in het bevorderen van die dialoog. Door gewoon een boek uit te kiezen uit het enorme aanbod van wat er is, waarvan zij zeggen: dit boek kan iets doen, dit boek gaat iets doen, dit boek me plaît, dit boek spreekt mij aan. En wanneer iets jou aanspreekt, dan kan het misschien ook een gemeenschap aanspreken. En het interessante is dat een vertaler bijna nooit mis zit. Als een vertaler eenmaal komt via een weloverwogen keuze om een boek te vertalen, of een werk te vertalen, dan zal je zien dat de ontvangende gemeenschap dat ook waardeert en respecteert en ook durft te omarmen. Natuurlijk is er een enorm aanbod van boeken, is een enorm aanbod van literatuur. Er gebeurt ook van alles en nog wat. En ik hoef jullie niet te vertellen dat de vraag is natuurlijk van: waar zie je dat dan terug? Waar zie je de receptie daarvan terug? Waar zie je dat enthousiasme terug? Waar zie je dan die gemeenschap terug? Nou, die zie ik natuurlijk altijd terug op de feesten en de partijen van de literatuur, namelijk de festivals, de literaire cafés. Dat heeft natuurlijk allemaal stilgestaan de afgelopen anderhalf jaar, maar dat gaat weer komen. En ik vind het belangrijk om het toch wel te benoemen. We hebben natuurlijk je vertaalt het corpus en dat komt in een boek. Maar dat boek, dat heeft vele levens. De kracht van poëzie is in heel veel culturen veel belangrijker dan proza. We hebben natuurlijk een enorme drang van denken van ja, de roman. Maar als je bijvoorbeeld naar de Arabische wereld gaat of Latijns-Amerikaanse wereld, dan is poëzie vaak eigenlijk de hoogste kunst. Omdat die, in de Arabische wereld is de poëzie is ten diepste verbonden met de ontstaansgeschiedenis van het Arabisch en zo. Dus daar zit al een zekere status omheen. Men is dus geneigd om poëzie uit den vreemde met een wat groter hart te ontvangen. Omdat men poëzie toch ziet als iets wat bij de eigen beschaving hoort. Ik ben dan toch geïntroduceerd als vertaler van Lamia Makadem. Zij is een Tunesische dichter. En zij woont in Den Haag. Zij is dicht in het Arabisch. En ik zal zo meteen wat meer vertellen over deze dichtbundel, waarom ik het vertaalde. Maar zij vertelde mij dat bijvoorbeeld zij schrijft in het Arabisch en zij gaat dus door de hele Arabische wereld. Ze gaat naar Cairo, naar Tunis, naar Rabat, naar Libanon, naar... En zij draagt haar poëzie voor. En daar komen soms wel 1000 mensen op af. En dat is een hele jonge gemeenschap. Dat is niet een... Ik wil niet aan leeftijdsdiscriminatie doen, helemaal niet. Maar we associëren natuurlijk poëzie vaak met stoffig en grijs. Maar in de Arabische wereld is de poëzie juist een kunstvorm die ook door jonge generaties wordt beoefend. Die terugkomt in de muziek en ook in de hip. Op. En er is een openheid naar poëzie. En men komt luisteren om te horen. En men komt luisteren om het gesprek aan te gaan. Dus poëzie is gek genoeg ook in dat soort landen
waar natuurlijk censuur is, waar repressie is, waar van alles nog wat gebeurt als het gaat om vrijheid van meningsuiting. Maar poëzie kan soms een enorme aanjager zijn van politiek bewustzijn. En beginpunt van een gesprek zijn. En dat vind ik, ja, dat heeft voor mij iets, dat heeft voor mij een enorme aantrekkingskracht in. Dat die ik met jullie wil delen. Dat vind ik een hele, dus, en Lamy vertelde mij ook dat die gedichten die ze brengt, die gaan over de lichamelijkheid, het lichaam van de vrouw en dat, nou, het hele intieme en ook krachtige poëzie. En dat levert soms ook hele pittige discussies op. En soms staat ze daar ook haar gedichten te brengen, ook met een zekere, ja, toch, er staat wel iets op het spel. Nou, dat soort dingen willen jullie allemaal meegeven als het gaat om hoe werk, wanneer het vertaald wordt, in een context terechtkomt. Waar het dingen kan gaan doen die je niet had verwacht. En de enige manier om erachter te komen hoe dat werkt, is door goed te luisteren naar vertalers. Want jullie nemen natuurlijk een schat en ervaring mee over je eigen cultuur. Jullie kennen de Nederlandse cultuur, de Nederlandstalige literatuur. Jullie weten van de gevoeligheden, van de nuances. Jullie weten waar die, literatuur, waar die teksten naartoe kunnen gaan. Wat ik heel interessant vind is bijvoorbeeld dat soms een werkje, wat in Nederland verschijnt, dat doet iets. Dat doet iets. Bijvoorbeeld een boek over Mata Hari. De spionnen, de Friezin, die op een gegeven moment exotische danseres werd, wereldberoemd. Uiteindelijk werd beschuldigd van spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd gefusilleerd. Nou ja, voor ons is dat natuurlijk, ja, wij in Nederland, ja, Mata Hari, vele generaties zijn met het verhaal opgegroeid. Maar afgelopen jaar was er op het Songfestival, deed Kazachstan mee, met een lied over Mata Hari. Toen dacht ik ineens van ja, als je dat boek van, bleek daar in Kazachstan bleek Mata Hari wel echt een begrip, dat was een soort van wereldnaam, een soort van, hoe noem je dat, een icon, zoals Frida Kahlo, dat is. Toen dacht ik van ja, ik had toen net dat boek gelezen van Jan Brokken over Mata Hari, dat is een heel mooi boekje. Toen dacht ik van ja, waar is die vertaler, die het Kazachs, weet je wel, is er nog ergens een vertaler Kazachs? Die dat boek van Jan Brokken naar het Kazach kan vertalen. Want je weet natuurlijk dat iets gaat doen. Daar gebeurt dan iets mee. Via de blogs. Via natuurlijk de enthousiasme wat er dan leeft. Dus soms kan een vertaler ook dat naleven van een boek in een andere cultuur weer een plek geven. En er liggen zoveel mooie boeken te wachten in ons taalgebied. Om in die al die opkomende culturen hun plek te vinden. Want er gebeurt zoveel in de wereld. Er zijn zoveel culturen nu die moderniseren, die aansluiting zoeken, die iets vinden van onze cultuur, die daar nieuwsgierig naar zijn. En vertalers zijn daarin echt een, zijn voor ons, ja, de spoorzoekers. Iemand die dat heel goed heeft gedaan, en daar heb ik een voorbeeld van uit mijn eigen praktijk, ik heb een paar jaar geleden dit boek geschreven, Brief aan mijn dochter. Het gaat over vaderschap en over wat het ontvangen van ons eerste kind deed met ons. En werd ook wat breder verhaal over generationele conflicten, over stambomen, over familiegeschiedenis. En vorig jaar of 2 jaar geleden werd ik benaderd door Micaela van Muilen. Zij is vertaler naar het Spaans. Zij woont in Córdoba, Argentinië. En zei toen van ja, op de kader, ik heb jouw boek vertaald naar het Spaans. Het wordt uitgegeven in Argentinië bij een uitgeverij in Córdoba. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. Dat is al zo. Toch even vertellen aan vertalen. Je kan je voorstellen wat dat met je doet als je zo'n mail krijgt van een vertaler. Uit welk taalgebied dan ook. Hoe kleiner het taalgebied, hoe groter de verrassing. De verwondering vaak ook. Het schijnt een roman van mij te zijn vertaald naar het Bengaals in Bangladesh. Ja, dat is 250 miljoen mensen die mijn boek kunnen lezen.
Ik heb toen 75 euro aan, of nee, 75 gulden aan vertaalrechten gekregen. Er waren er maar zoveel bibliotheken in Bangladesh. En was er maar een lira. Maar goed, dat is hoe die dingen gaan. Maar goed, Michaela heeft toen dit boek vertaald. En nou, het is prachtig uitgegeven. Ik heb ook via het productiefonds meteen al een doosje gekregen met al deze boeken. En nu komt het. Ja, voor mij is het, voor de gedachte dat het naar het Spaans was vertaald, was voor mij een hele aantrekkelijke gedachte. En er zit een omweggetje in en dat wil ik met jullie delen. Kijk, ik kom oorspronkelijk uit Marokko, zoals ik geïntroduceerd, en ik heb dus die Marokkaanse achtergrond. En om nog specifieker te zijn, ik kom uit dat gedeelte van Marokko dat in de vorige eeuw werd bestuurd door Spanje. Het was een Spaans protectoraat. Dus het is een deel van de wereld, deel van Marokko, waar veel Spaanse invloeden zijn. Waar het Spaans ook een gesproken taal is, tot op de dag van vandaag. Waar veel van de cultuuruitingen ook Spaans zijn. Bijvoorbeeld de stad waar ik dan een deel van het jaar verblijf, Tanger, heeft een hele duidelijke Spaanse aanwezigheid. Er is een Spaans cultureel centrum, het Cervantes, het is een Spaans consulaat. Er zijn Spaanse scholen. Dus de Spaans is daar, er zijn ook boekhandels met een groot Spaanstalig assortiment. En er is ook nog heel veel literatuur uit Spanje over Spaans Marokko. Dat leeft. En een deel van dat Spaanse Marokkaanse verleden komt ook terug in mijn boek, Brief aan mijn moeder, dochter. En ik weet niet of Michaela het om die reden heeft vertaald, dat weet ik niet. Maar wat ik heel interessant vind, en dat is de kracht van de vertaling, is dat, moet je nagaan, hè? Het is in Amsterdam geschreven, het is uitgegeven in Córdoba, Argentinië. Maar ik ga over een paar weken naar Marokko en dan neem ik die boeken neem ik mee. Liggen er hier 10 en ik neem ze allemaal mee. En ik breng ze naar mijn boekhandel in Tanger, Les Insolites. Die staan nu in de Financial Times als een van de beste boekhandels van de wereld. Ik geef ze aan Stefanie, dat is de dame die de boekhandel runt. En dan zeg ik tegen Stefanie, kijk, luister Stefanie. Dankzij Michaela is er dit boek. Dit boek over mijn dochter. En leg het maar gewoon in de etalage. En verkoop die handel maar. Ik hoef er niks voor te hebben. Maar het zorgde dus weer voor dat ik als auteur in een stad als Tanger een soort van literaire footprint krijg. En je hoort wel vaker, vooral waar natuurlijk boeken worden vertaald in wereldtalen. Dat is heel belangrijk. Hoe die boeken gaan reizen over landen heen. Over continenten heen zelfs. Het Spaans is een wereldtaal van je welste. Spaans kan je spreken van San Francisco, van Vancouver tot aan Ushuaia. Ik was ooit op een festival van Zacatecas in Mexico stad. En ik spreek minimaal Spaans. Maar ik was toen aanwezig bij een gesprek tussen 5 Spaanstalige auteurs uit Cuba, uit Spanje, uit Mexico, Venezuela en Peru. En die hadden gewoon, dat waren gewoon 5 talen, 5 landen die daar een gesprek hadden in het Spaans. Een grote taal. Toen dacht ik, ja, dit is wel. En toen wist ik, het is, als je 1 boek hebt uitgegeven in een Spaanstalig land, dan heb je eigenlijk ook meteen in al die landen een boek uitgegeven. Dan kan je gewoon gaan reizen. Het is ongelooflijk. En natuurlijk wat erbij komt, dat ik natuurlijk ook nog eens die Spaanstalige achtergrond van mezelf heb, van die geschiedenis. Dacht ik, ja, het is wel zeker de moeite waard om daarin uitgegeven te worden. Nou, ik weet niet hoe lang ik aan het woord ben. Zit ik op 5 minuten? Heb ik al 10 minuten gesproken? 7 minuten? Zoiets? Kan iemand een paar vingers in de lucht doen? 25 minuten zelfs op de kaart. Ik heb nog 1,5 uur en dan doen we Q&A. Nou, ik heb even over mijn. En nu even naar deze kant op. Ik heb dus, zoals gezegd, deze bundel van Lamia Makadem vertaald. En Lamia Makadem is zelf ook vertaler. Zij heeft van Connie Palme de. Ze heeft van Connie Palme werk vertaald en van Hagar Peters heeft ze werk vertaald naar het Arabisch. Ze is ook met Connie Palme op de Cairo Boekenbeurs geweest. Dus dat is heel belangrijk werk.
Want nogmaals, zo'n vertaler is daar op dat moment in Cairo boekenbeurs, hele belangrijke boekenbeurs, de hele Arabisch-talige literaire deel komt bij elkaar. Veel media natuurlijk, Cairo ook als mediahoofdstad van de Arabische wereld. En dus zo'n Lamia Makadem is op dat moment niet alleen vertaler, maar ook echt iemand die een wat breder verhaal over die auteur kan vertellen. En een nog wat breder verhaal ook over de cultuur waarin die boeken worden gemaakt. En vergis je niet, heel veel mensen kennen Nederland, maar heel veel mensen hebben ook geen weet van Nederland. Behalve dan via die media. Behalve dan weer via, als er een overstroming is, of een terreurdaad, of een toeslagenaffaire, dan haalt dat dan weer. De laatste keer dat iemand tegenover mij begon over Nederland in Tanger was naar aanleiding van de overstromingen. Hij zei, heb je het gezien, je halve land zat onder water. Nou. Toen ging ik kijken, bleek het waar te zijn. Als Lamia Makadem Connie Palmer vertaalt, ja, dat zorgt voor enorme nieuwsgierigheid. Van wie, hoe, waarom? Want men vindt het al heel bijzonder dat het wordt vertaald. Dus dat krijgt al aandacht. En dan kan je weer een gesprek voeren over die bredere verbanden van waarin boeken worden gemaakt en geschreven. Nou, Lamia Makadem ken ik al als auteur, als vertaler, als journalist ook. En een aantal jaar geleden was ik in Brussel voor in het Huis de Buren. Nou ja, dat is ook zo'n geweldige plek weer als het gaat over dialoog, over talen. Het Huis de Buren, Cultuurhuis in Brussel. En zij trad daar op met een aantal andere dichters. En zij bracht toen haar poëzie. Die was toen vertaald door Nesrin Bark. Nesrin. Nou, Nesrin Bark, ik kom er zo wel even op precies, maar een mooie vertaling en ik las die vertalingen mee. Ik hoorde Lamia en ik dacht, ja, het is wel eigenlijk wel hele goede poëzie natuurlijk. Maar wat ik er interessant aan vond, is dat ik meteen dacht van, als deze poëzie nou in Nederland komt en naar het Nederlands wordt vertaald, dan zal dat ons beeld bijstellen over de positie van de vrouw in de Arabische wereld. En dat vond ik een hele. Dat dacht ik van, want dit is poëzie die gaat over lichamelijkheid. Die gaat over het lichaam van de Arabische vrouw. Over het gevecht om het lichaam. De oppositie die het te verduren krijgt. De gevaren waar het aan wordt blootgesteld. Maar het is ook hele mooie, kwetsbare, open poëzie. Dus deze poëzie is een uitnodiging om vrij te associëren. Ik werd daar vrolijk van. Ik werd daar blij van. En toen kwam ze naar me toe en toen zei ze, Abdelkader, jij moet mijn poëzie vertalen. Ik zeg, nou, dat dacht ik net ook. Dat wilde ik toen tegen haar zeggen. En toen heb ik haar dat toegezegd. En toen ben ik met mijn kennis van het Arabisch en natuurlijk ook geholpen, ben ik een jaar lang bezig geweest met die vertaling. Nou, ik kan jullie allemaal vertellen het was een pittige klus. Pittige klus. Ik weet ook wel dat ik op een gegeven moment. Ik mocht dan Lamia in Den Haag en dan had ik weer een hele vragenlijst voorbereid. En toen zat ik even in die andere. In die positie van die vervelende vertaler. Die al die vragen heeft. En haar poëzie is redelijk associatief en surrealistisch. En, dus ik had één. En ik wilde precies weten wat ze bedoelde met zinnen als. Ik zal naar je wuiven met deze littekens. En wanneer we sterven, zullen zelfs de paarden die we liefdevol en trouw hebben gehouden, niet in staat zijn de lijken terug te brengen naar de nabestaanden. Ik dacht, de Arabie, wat bedoelt ze precies? Hè? En er staan ook heel veel gedichten in die juist verpletterend helder zijn in die zin van dat er geen metafoor zijn, maar gewoon alleen maar beschrijvingen. Maar die waren ook vaak het moeilijkste om te vertalen. Want ja, iets wat heel eenvoudig en toegankelijk klinkt in het Arabisch, dat vertalen naar het Nederlands, dat vraagt dan ook weer om een andere benadering. En ik moest dat gesprek met haar voeren. Dus ik ben bij haar op bezoek geweest. En toen heeft ze op een gegeven moment heeft ze me de deur gewezen. Hij zei van, nu is het klaar. Nu is het klaar met jou. Ik heb genoeg. Ik ben moe, zei ze. En ik wil dit gesprek niet verder voeren. Je hebt te veel vragen gesteld. Ik wil dat je. Dit is genoeg. Want ik bleef maar komen met al die vragen. En toen heb ik even gewacht. Een maand of twee heb ik nog een gesprek ingepland. En toen, nou, ik zag al aan haar ogen dat ik de,
dat ik de persoon was op aarde die ze het laatste uitnodigde op de verjaardag. Maar goed, ik moest dat doen. Ik was het aan mezelf verplicht. Ik wilde niet dat ik, als het boek er eenmaal was, zou komen tot een... dat ik zou blijven twijfelen over wat ik had vertaald. Nou, we hebben dat echt met elkaar gedaan. Kijk, het boek is uitgekomen in de coronatijd. Dus ik weet, je moet Lamia horen voordragen. Je moet die teksten horen, voelen. Lezen natuurlijk ook, maar ook voelen. Mijn missie was geslaagd toen ik... We kregen ook redelijk wat aandacht in de media. Dat was hartstikke leuk. Maar mijn missie was pas geslaagd toen ik op een gegeven moment in Amersfoort was. In de bibliotheek. We zijn in een periode dat er weer lezingen gehouden konden worden. En Lamia en ik werden geboekt voor een lezing. Er was redelijk wat publiek ook. Hartstikke leuk. Er was toch ook heel veel nieuwsgierigheid, zag ik. Dat vond ik heel leuk om te zien. Dat de nieuwe stemmen... Nieuwe stemmen roepen nieuwsgierigheid op. En het publiek, dat was helemaal verleid door de taal en de vertelkracht van Lamia Makkadem. En ik voelde daar echt als een soort oliemannetje. Ik was heel gelukkig en trots dat ik daaraan had kunnen bijdragen. En dat op die manier Lamia nu ook onderdeel was geworden van de Nederlandstalige literatuur. Want zo zie ik het wel namelijk. Ik zie wel... Natuurlijk niet dat je soms iets kan doen, soms iets kan forceren, interveneren, door een stem toe te voegen. En zo'n stem wordt dan gewoon onderdeel van het literaire landschap. En dat groeit en bloeit. En het mooie van Lamia is natuurlijk dat ze ook in Den Haag woont, in Nederland. Dus ook lijfelijk aanwezig is om die teksten body te geven. En soms ben je als vertaler... En het interessante is wel, hoe komt dat dan? Hè? Hoe komt dat dat vertalers ineens ook weer die rol zijn gaan spelen van intermediair, van cultureel diplomaat? Dat komt ook denk ik ook omdat in onze tijd, hè, deze geglobaliseerde wereld, het hele begrip soft power, dus cultuur als soft power, is een thema geworden. Het is veel meer... onderdeel geworden in de dialoog tussen de naties, zou je kunnen zeggen. De cultuur als soft power. De idee dat muziek, dat film en dat literatuur een cultuur kan uitdragen en een debat kan gaan met andere culturen. Om soms een relatie, of die nu verstoord is of niet verstoord, of een relatie die er nog niet is, om die te beginnen. Om die met elkaar te laten zijn. En daarin zie ik voor vertalers steeds meer een belangrijke rol weggelegd. En wat Michaela toen heeft gedaan, en dat wil ik toen kom ik even terug naar de Kartalami Ami Iga. Is dat zij. Michaela verstaat die kunst als geen ander, heb ik gemerkt. Want niet snel nadat het boekje uitkwam, vertelde ze me dat er. Dat er op de radio een dichter over mijn boek wat zou gaan zeggen. Dat er nog een tweede aflevering ook was ingeruimd om over dat boek te praten. Dat er een recensie zou komen. Dus, en je zag heel duidelijk de aanjagende hand van Michaela om zo'n boek, als het ware, daar te brengen bij die mensen, bij die media plekken waar het boek kan glanzen en kan groeien. En dat vond ik toch wel echt een fantastisch iets. Dat vond ik heel. Het is heel fijn dat je deze strategie hanteert. Want niet alleen voor het publiek wat het ontvangt, maar ook voor mij als auteur. Versterkt dat ook weer waar ik mee bezig ben. Van wat ik wil doen hè, als schrijver. Verhalen verder brengen en mensen aanzetten tot debat en gesprek. En natuurlijk kan dat niet met alle boeken, want ik ken vertalers. Die soms 3-4 boeken per jaar vertalen. En daar zit van alles tussen. En alles vindt ze weg wel uiteindelijk. Anders wordt het niet vertaald. Maar je kan soms als vertaler ook echt daarin een belangrijke rol spelen. Iemand die dat ook heeft gedaan. Iemand die rol van een wat bredere woordvoerder van een cultuur op zich nemen. Een wat breder verhaal vertellen over een cultuur. En waar het ook heel welkom is. Daarvan heb ik een voorbeeld van. Dat was afgelopen zondag namelijk. Dat is alweer,
twee dagen terug. Ik ben vaste columnist bij een radioprogramma op Radio 1, namelijk OVT, Onverstoord Verleden Tijd. Dat is een fantastisch programma. Ik ben een columnist, maar ik vind het een heel fijn programma. En dat is een programma wat gaat over de geschiedenis. Daarin worden actuele thema's verbonden aan historische thema's. Er worden boeken besproken, biografieën besproken, er komen wetenschappers spreken, maar ook journalisten. De geschiedenis wordt verdiept en verbreed en dat gebeurt in alle mogelijke vormen. Het duurt 2 uur en ik ben daar een van de vaste columnisten. En afgelopen zondag schoof de vertaler Luc van Houten aan. Luc van Houten, hij is vertaler Japanoloog, vertaler Japans. En hij had hij schoof aan om te praten over een boek van Ken. Wacht even, dan ga ik even. Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe. Die man die schrijft Nobelprijswinnaar, hij is in de 80. Hij leeft nog. Ik dacht even, hoe zou het met Kenzaburo zijn, weet je wel. Ik kwam achter dat. Hij leeft nog. Nou, die man heeft in de jaren 50 een nogal controversieel boek geschreven over een Japanse terrorist. Gebaseerd op een waar gebeurd incident in Japan. En dat boek wat hij heeft geschreven, dat is gepubliceerd geweest in literair tijdschrift. En, daarna meteen weggehaald, omdat het te gevaarlijk was voor de schrijver om met het boek naar buiten te komen. Nou, en Luc van Houten, die wist er natuurlijk van. En die was een paar jaar geleden in Tokio. En hij vertelde in het programma dat het boek jarenlang, dat het boek nooit gepubliceerd werd. Maar hij stond in een boekhandel en toen vond hij het complete werk van Kenzaburo Oe. En dat boek zat erbij. En Luc heeft toen contact opgenomen met Meulenhof Uitgeverij. En heeft gezegd, het boek is er weer en ik wil het vertalen. Hij heeft het toen vertaald. En afgelopen zondag heeft hij over dat boek verteld. Echt een fantastisch betoog over de ontstaansgeschiedenis van die roman. De jonge Kenzaburo Oe. Het personage wat overgaat tot terrorisme. En natuurlijk werd er vanuit de OVT-redactie, dus de vragenstellers, ging het ook erg over, ja, wat zijn nou de linken met internationaal terrorisme, islamitische staat, hier en nu, hè. Ik ken mijn vertaler natuurlijk altijd hele bescheiden, precieze vertalers die conscientieus bezig zijn. Dus ik niet zo snel laten verleiden tot soort grote vergelijkingen. En nu wil ik niet zeggen dat Luc zich liet verleiden tot grote vergelijkingen. Maar hij ging het gesprek niet uit de weg, zullen we maar zeggen. Hij pakte het gesprek op en ik zag ook wel hoe hij steeds weer, na elke vraag, dat weer terug te brengen naar de onderhavige thematiek van de roman die hij had vertaald. En ik was ook meteen nieuwsgierig om die roman te lezen. Ik ga het boek ook kopen en ik ga het ook lezen. Ik heb heel veel zin om dat boek te lezen. Omdat ik het gevoel heb dat verhaal, dat staat als een huis. En ik weet ook zeker dat dit boek van Kenzaburo Oe, wat eigenlijk aan de vergetelheid is ontrukt door dat verhaal bij OVT. Want OVT is echt een goed programma om over literatuur te praten, over boeken, dat het ook de aandacht zal krijgen die het heeft verdiend, heeft gekregen. En dat het boek ook gelezen gaat worden. Ik las het trouwens ook over in een recensie in de Volkskrant een paar weken geleden. En ook dat vond ik een fascinerende recensie over deze roman. En zo zie je weer hoe soms vertalers. Sta je in een boekhandel en je vindt iets, weer iets in gang kunnen zetten en weer boeken vinden die horen bij onze tijd. Dat is heel interessant, hè? Want 20 jaar geleden, ja, terrorisme, ja, het zal wel. Toen kwam 9-11 en het was op de agenda tot op de dag van vandaag. Hij vindt een boek van Kenzaburo Oe over het Japanse terrorisme en ineens is er een gesprek mogelijk in het hier en nu over zo'n roman. Nou, dat is natuurlijk echt, lijkt mij, Een droom die uitkomt voor een vertaler. En daarin zit voor mij die onverbindelijke aantrekkingskracht. Het is ook, als vertaler ben je ook deel van een zoektocht, van het avontuur om literatuur uit cultuur naar dat nieuwe publiek te brengen en ze mee te nemen in die ontdekkingsreis. Dat is een beetje wat ik voor nu heb voorbereid om te vertellen. Ik weet dat het is niet veel, maar het is wat. Aan de hand van een aantal voorbeelden. Ik,
ik ben ook heel blij dat, dat wil ik nog even zeggen, mijn kinderboekje, mijn broer en ik, wordt vertaald naar het Italiaans. Komt eraan ook weer door ja, de persoonlijke bemoeienis van een vertaler. En daarvan weet ik ook weer, als het dan eenmaal is vertaald, dan gaat ook weer, krijgt een naagleven. En dat geeft ook weer zin en energie om zelf weer verder te gaan, om mooie dingen te maken. Dus dat is voor nu. Ik weet niet, zit ik nu op die 30 minuten?